Louise zit niet op je nagels te bijten. Bah, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Bah, wat vies, Louise. Hou met dat bijten op, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve pop. Louise zit niet op je nagels te bijten. Bah, wat vies, Louise. Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Zij was een petit peu nerveus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij beet op haar nageltjes, dat vond haar moe een straf. En telkens als zij weer begon, riep mama, blijf toch af. Louise zit niet op je nagels te bijten. Bah, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Bah, wat vies, Louise. Hou met dat bijten op, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve pop. Louise zit niet op je nagels te bijten. Bah, wat vies, Louise. Louise kreeg verkering met een leuke jonge man. Haar nageltjes zijn aangegroeid, je ziet er niets meer van. En als je vraagt hoe komt dat nu, dan antwoordt zij vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet. Louise zit niet op je nagels te bijten. Bah, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Bah, wat vies, Louise. Hou met dat bijten op, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve pop. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wat vies, Louise.